Jongens, welkom. Vandaag zijn we weer in het prachtige Contentveen. En ik sta hier bij de rechtbank, want vandaag wil ik beginnen met een prachtige timelapse. Waarin wij het interieur eindelijk een keertje afmaken van de rechtbank. Zodat wij een rechtszaak kunnen hebben tegen de boeren. Oh, want wat zijn ze vervelend. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik heel even laten zien dat Floor online is. En die is druk bezig met mijn steenfabriek. Ik heb net al even gespiekt binnen, maar ik dacht ik wil het alsnog even aan jullie laten zien. Want het is ook wel echt heel leuk, jongens. Moeten jullie dit zien? Dit is de werkplaats. Je hebt twee ingang natuurlijk. Je kan ook deze ingang pakken hier vanaf de kasteelkant. De steenfabriek. En dan heb je hier een grote machine staan. Floor is lekker druk bezig met het interieur. Grote machine die naar beneden aan het boren is om nog meer steen te verkrijgen. Hier is overal ook steen uitgehakt. Dit ziet er zo leuk uit. Boven is ze natuurlijk ook druk bezig. Hier komt een shop uiteindelijk. Alleen ja, daar is ze nog niet aan begonnen. Ze is vooral druk nog met beneden. Maar ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Maar goed, lekker bezig Floor. Wij gaan ook weer even lekker bezig zijn. Wij gaan namelijk beginnen met het interieur, zoals ik net al zei. Ik wil waarschijnlijk een rond dak. Ik wil de zaal gewoon lekker groot hebben. Ongeveer de grootte dat de ruimte hier nu is. Dus veel plezier met kijken naar de timelapse. Een leuk begin van de aflevering. Vergeet zeker even niet te liken. En reageer #teamwalnut, want we zijn nog steeds beter dan deze guy namelijk. Dit is Makkus. Hele slechte YouTuber. Je kan hem opzoeken als je wilt. Je mag abonneren op zijn kanaal. Hoeft niet. Maar je ziet het al aan hem. Een rode trui. Lelijke grote neus. Een pet op zijn hoofd. Wie draagt dat nou? Maar goed, maakt niet uit. Veel plezier met kijken naar deze timelapse. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Daar zijn we... Oh, ik drop mijn ex. Daar zijn we weer bij de prachtige rechtbank. Rechtbank. En jullie hebben de timelapse gezien. Hij is zo goed als af van binnen. Ik heb mijn best gedaan. We zijn inmiddels ook al een dag verder in het leven. Niet dat het me zo ver lang gekost heeft. Maar meer tijd had ik gewoon niet gisteren. Dus ik moest vandaag hem afmaken. Nou, dit hebben jullie natuurlijk allemaal al gezien. Maar deze ruimte hier, jongens. Dit is de nieuwe ruimte. En wat ben ik er blij mee. Mooi plafonnetje erin. Mooie muren. Lijkt wel zelfs een beetje alsof het buiten is. Als je bij deze muren kijkt hier. Dan heb je hier de toeschouwersbankjes. Dan kan je hier zo lekker zitten en kijken wat er in de rechtszaal gaan. Dus misschien ben jij wel voor dit team. En misschien ben jij wel gewoon voor dit team. Dan ga je aan deze kant zitten, weet je. Dan een pad er doorheen naar de ingang hier. Een pad er doorheen naar de ingang hier. Dit zijn de ingangen naar onder andere dan bijvoorbeeld de ruimte daar waar de rechter zou zitten. En hier loop je door het poortje. En dan ben je, ja, waar alle actie gaande is natuurlijk. Hier zit degene die schuldig is of onschuldig is. Dus gewoon de beschuldigde. Ik weet niet hoe je dat noemt. En hier zit degene die de beschuldigingen maakt. Wijzen van ik ben beroofd en ik zit hier en ik weet dat hij daar mij beroofd heeft. Zal daar de rechter zitten en die zal zeggen of hij wel of niet schuldig is. En heb ik gewonnen of verloren. Hey, Rick is er. Oh, hij zegt bah en hij lieft gelijk weer. Dat vind ik jammer. Dankjewel, Rick. Wie de rechter gaat zijn? Geen idee. Misschien dat we nog even iemand in de stad moeten aanwijzen als in jij wordt de rechter. Wie weet. En ja, that's it, jongens. Wacht, ik kan daar trouwens wel even opklimmen om vanaf daar het uitzicht te laten zien. Kijk, hier zit dan de rechter gewoon op dit stoeltje zo. En die ziet dan daar degene zitten, daar degene zitten. Hij heeft gewoon overzicht over alles. De paden erheen heb ik nog niet gemaakt. Dat ziet er nog zo uit. Dan loop je hier eigenlijk achter helemaal niks. Dus dat moet ik nog maar maken. Aan de andere kant is het precies hetzelfde. Eén ding wat ik nog wel wil doen. Oh, trouwens, dit deurtje hier, het leidt gewoon letterlijk heel simpel. Even kijken. Even de ding opnieuw plaatsen hier. Zo, zo. Zo, dit leidt gewoon naar de balie hier. Dan kan degene hier achter de balie, kan je mooi zitten en zijn ding doen. Het enige wat ik wel even wil doen is deze dingen hier vervangen voor stoelen in de stijl van de rechtbank zelf. Dus volgens mij heb ik dat zo gedaan, zo en dan hier deze trap door. Juist, dat matcht iets meer. Ik kwam erachter dat ik dit met dark ook had gedaan, maar ik bedoel, ik vond het, omdat we toch lichtblauw gebruiken qua wol, vond ik het ook denk ik wel mooi. Iets lichter hout te gebruiken vandaar dat ik spruce wil gebruiken. Voor de balie wil ik denk ik nog wel dark ook gebruiken, omdat dat iets
ja, I don't know. Vind ik iets meer bij passen. En dan hier, ja, dit is gewoon de ruimte. Nou, heb ik die boeren eindelijk ook een keertje blij gemaakt. Want de deadline die had ik al veel te laat zo hiermee. Hier moet eigenlijk ook nog wat details gemaakt worden. Maar misschien dat de eigenaar van de rechtbank dit wil doen. Nee, ik ben er blij mee, jongens. Goed resultaat. Laat even weten in de reacties wat je ervan vindt. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Maar omdat ik de afgelopen dagen, dus gisteren en vandaag, hieraan gewerkt heb, vind ik het wel weer leuk om even naar een ander gebied te gaan. Even weg uit de stad weer. Eerst even al mijn spulletjes opbergen. Ik heb nog van alles bij me. Gelijk ook wat nieuwe spulletjes pakken. En dan gauw naar het boerengebied. Oeh, ik hoop dat ik daar wel dirt en zo op liggen. Want dat heb ik volgens mij... Oeh, ik hoop het. Het is het enige wat ik niet mee heb genomen. Hebben we hier genoeg dirt? Oh. Ik wil namelijk hier gewoon weer even lekker verder bouwen, jongens. Ik heb zin om dit gedeelte hier even netjes te maken. De tegenoverzijde van wat al eigenlijk af is. In plaats van dat ik dat vandaag in de timelapse doe, dacht ik, ik ga even leuk zijn. En we doen dit gewoon in een... Ja, niet eens in iets, maar gewoon tijdens het opnemen van. Gewoon, weet je. Gaan we eerst even dit met de vloer gelijk maken. Letterlijk. Normaal is dat een uitspraak, maar nu doe ik het oprecht. Door even overal dirt te plaatsen. Helemaal netjes opvullen dit allemaal. Dat is altijd stap 1 als je in het boerengebied aan de slag gaat, jongens. Voor mij is stap 1 dan, op zijn minst. Altijd om eerst het landschap weer eventjes netjes te hervormen. Want het ziet er natuurlijk, als je bijvoorbeeld dit landschap hier, dit hier, zo vergelijkt met de rest. Dit ziet er allemaal natuurlijk nog heel onnatuurlijk uit. En dit ziet er gewoon zoveel mooier uit. Dus dat gaan we eerst even aan deze kant regelen. Zijn we nu druk mee. Zodat we daarna de farmpjes kunnen bouwen. Want ik denk dat ik hier echt een mega farm wil bouwen. Gewoon echt lekker even een grote. Enige nadeel wat ik nu al zie, jongens, is dat ik waarschijnlijk deze tractor hier weg moet gaan halen. Hij staat namelijk precies op de hoogte waarin ik dirt allemaal aan het plaatsen ben. En dat is nou niet echt heel chill om dan die tractor daar half in de grond te houden. Dus ik weet niet hoe erg boer Martin dat gaat vinden of boer Jan, maar ja, ze kunnen hem altijd terugbouwen als ze willen. I mean, ze hebben hem zelf ook hier geplaatst, dus dan vinden ze het vast niet erg. Weet je, ik hou... Ik had voice crack. Weet je, ik hou me wel gewoon zo. En dan is het verhaallijn gewoon dat hij in de grond is gezakt omdat te veel modder ligt of zo. Weet je, weet ik veel. Verzin het. Maar mijn dirt is op. Dat is niet echt heel handig. Dus laten we even nieuwe halen. Gelukkig hebben we nog genoeg. We hebben echt best wel veel dirt zelfs. Dit gaan we nog wel redden. Hoppakee. Ziet het er al iets beter uit, het landschap? Ja, dit begint er al beter uit te zien. Iets natuurlijker gewoon. Oh nee. Ik schrik me helemaal kapot. Ik ben gewoon rustig aan het bouwen. Jullie zagen het, jongens. Ik was gewoon letterlijk allemaal dirtblokjes aan het plaatsen. Ik kijk op en er staan... Oh, nee, daar heb ik echt geen zin in. Dat is het laatste waar ik zin in zou hebben. Een aanval van die dingen. Dus ik denk als ik ze gewoon met rust laat, dat ze mij ook niks zouden doen. Jullie doen mij niks, toch? Want ik moet wel bij jullie zijn. Bij jullie plekje, zeg maar, waar jullie nu staan. Oh, wat is dit irritant. Waarom spannen die beesten altijd hier? Ik ga proberen zo dicht mogelijk in de buurt te komen zonder dat ik die dingen dood hoef te maken of dat ze mij aangevallen. Jullie gaan niet schieten, toch? Beloven jullie dat? Ik kom alleen... Een paar blokjes plaatsen. Oh, nee. Zijn jullie boos? Nee, toch? Oh, oh, ze zijn boos. Oké, oké, oké. Dit is niet leuk. Wat doe ik? Wat doe ik? Weet je, ik ga ze gewoon killen. Ik ga ze gewoon... Volgens mij moet je dan alles behalve die andere guy killen. Alles behalve hem killen. Dat is prima. Oh, maar dan moeten ze ook niet elkaar killen. Nee, nee, nee. Oh, mijn god, ze gaan gewoon elkaar killen. Wat een sukkels. Oh, jongens, help, help. Wat een sukkels zijn dat. Ze killen letterlijk elkaar, basically. Kijk dan. Als die, oh, wacht nou. Als die guy zichzelf killt met die vlag, volgens mij krijg ik dan geen raid. Als het op die manier gaat. Maar dan moet zeg maar... Ik mag niet die guy met die vlag killen. Juist! Volgens mij heb ik nu een raid voorkomen. Ja? Oh, wat ben ik weer slim, jongens. Wat ben ik slim. Puur omdat ik deze guy niet gekillt heb, die vlag op zijn kop had, weet je. Voorkom ik de raid. Want volgens mij, op het moment dat je die killt, dan komen er nog meer van die beesten en wordt je stad helemaal aangevallen en weet ik wat allemaal. Maar volgens mij, als ik nu gewoon terugvlieg naar de stad, is er niks aan de hand. Klopt dat? Ja, hè? Ja! Ik ben zo slim, jongens. Ik ben de slimste Minecraft-YouTuber, ook al heb ik twee pijlen in mijn kop. Willen we die vlag? Nou, die vlag ga ik niet bewaren, heb ik geen zin in. Het is cool aan het begin van Minecraft, maar als je eenmaal een tijdje bezig bent met je survival, is zo'n vlag, betekent niet meer zoveel. Oké, even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat ik dan vanaf dit puntje hier zo, vanaf hier wil ik een beetje weer deze vorm hebben. Sluiten we het namelijk helemaal af hier. Zo, en dan moet ik dit nu helemaal opvullen. Oh mijn god, heb ik daar geen zin in. En ik vraag me af of ik überhaupt al genoeg dirt heb. Ik heb al veel, maar dit kost wel heel veel om op te vullen. En we gaan het zien. Oh, mijn dirt is bijna op. Jongens, mijn dirt is bijna op. En ik ben bij lange na nog niet eens dichtbij. Dat is zeg maar gewoon echt het confronterende eraan. Oké, mijn dirt is op, dus ik moet even naar een backup plekje waar ik echt nog heel veel dirt heb liggen. Dus in dat opzicht komt het wel goed. Alleen ik wil dat gewoon zo lang mogelijk uitzetten dat ik daar mijn dirt moest pakken. Maar als ik hier naar dit huisje ga in de stad, jongens, en dan hier even deze kist opentrek, nou, dan zit het alweer goed. En dan denk je, is dit alles? Nee hoor, we hebben hier nog, we hebben hier nog, we hebben hier nog en we hebben daar nog. Dat komt wel goed! Kijk, je ziet nu al het verschil met het landschap daar. Dat gaat zoveel mooier eruit zien. Imagine daar ook gewoon nog mooie farms en zo. Oh ja, jongens, dat is het helemaal. Dat is het gewoon helemaal. Oh, mijn deur is alweer op.
Oh, maar deze, ik had zoveel gehaald. En is het gewoon alweer op. Dat meen je toch niet, jongens? Dat het gewoon zo snel opgaat, dat dirt. Dat is oprecht echt ongelooflijk. Nou, laatste beetje red ik hier wel mee. Dat komt wel goed. Ik heb echt mijn hele inventory vol met dirt gewoon. A few moments later. Oh, mijn god, het is klaar. Oké. Alright, dan is dit hele platform hier gevuld met dirt. Jemig, wat kostte dat veel. Het enige wat ik dan hoef te doen is hier even dit laagje ook een keer weer aan te passen. Of even kijken. Komt tot hier zo. Ga ik dat doen? Zo, denk ik. Zo een beetje. En dan tonk, 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 tonk. Het moet namelijk een soort trappetje naar beneden worden hier. Uiteindelijk is daar natuurlijk water. En daar wil ik ooit misschien nog een mini haventje bouwen. Ik weet het niet zeker. Gaan we nog even zien. Laten we eerst maar weer dit hier opvullen. Blijf opvullen. Hey, er zit hier gewoon een mine. Waar gaat dit heen? Sinds wanneer zit dit hier? Oh, mijn neus. En waar kom jij vandaan? Sinds wanneer woon jij hier eventjes gewoon voor de lol? Oeh, trouwens, ik moet dit wel gelijk, nu ik dat zie dat hij je spant, hieronder even belichten. Anders, ja, kijk, daar staat ook al skeleton. En anders gaat er zo meteen veel meer dan alleen een paar zombies of skeletons spannen. Daar heb ik echt geen zin in. Vooral de herrie die erbij komt kijken. Ga dood, zie je, sterf. De herrie die dan telkens hier hoort als je hier loopt. Dat je hier allemaal zombies en zo. Vreselijk. Zo, dat is ook gedaan. Dan hoef ik alleen dit kleine randje hier nog te fixen. En dan vind ik het voor het, ja, terraformen en zo wel mooi geweest. Dan kan ik beginnen met wat farms bouwen. Maar jemig, wat een groot verschil. Vooral denk ik als je aan deze kant staat. Als je hier loopt, dit was normaal altijd alleen aan deze kant een beetje mooi. Maar nu voelt het gewoon... Ja, ik zie het al helemaal voor me. Hier kan ook echt een mega iets komen. Althans, trouwens, hier komt ook gewoon een pad die kant op zo. Dus dan moet ik even naar gaan kijken. Misschien dat ik die dan zo met een bochtje laat lopen. Of juist zo met een bochtje. Want dan kan hier ook echt nog een grote mega stal komen of zo, weet je. Ik moet nog steeds een boerderij bouwen waar alle dieren van mij ook terechtkomen. Dus misschien is dat wel een mooi plekje. Wie weet. Als jullie verder ideeën of zo hebben, jongens, mogen jullie dat altijd achterlaten. Dat weten jullie. Ik herhaal het wel vaker in video's. Maar stel, je bent nou nieuw of zo. Ten eerste abonneer dan even, want je bent nieuw. Kan je het niet maken om niet te abonneren? Ja, maar kom op. Maar ten tweede, je mag altijd jouw ideeën of tips of hints achterlaten. Ik lees het altijd en ik vind het leuk als ik dan achter wat nieuws kom wat ik niet wist. Of als ik jullie een idee hebben waarvan ik dacht, wow, dat ik zelf nooit op gekomen of zo, weet je. Altijd enorm leuk. Zo, nou, dan vind ik het nu wel mooi geweest met het terraformen over 3, 2, 1. Ja, dit is wel prima zo. Oké, dit ziet er prima uit. Het loopt gewoon netjes omhoog zo. Laten we nu dan even het pad maken. En ik denk dat ik het pad met een bocht niet hierheen wil. Dus dit gaan we even weghalen zo. Denken, hoe doen we het? Ach, het wordt eerst nacht. Laten we even slapen. Zo. Geen zin om in het donker rond te lopen. Hier en dan zo. Doen we het even langs dit pad. Langs dit randje hier bedoel ik dan. Zo, dan gaat het gelijk met een scherpe bocht deze kant op. Hoppakee. Hier naar beneden zo. Gaat het hier wel dwars door het midden. Denk ik wel het mooist. Zo, hoppakee. Kijk, en dan brengen we dit even gewoon zo ver mogelijk door. Tot hier en verder. Ja, hier doe ik nog even niks, weet je. Ik laat het pad tot hier komen en dan... Want wat is hier? Ja, hier is dat water. Een klein haventje of zo, of een waterval, of een mooi uitzichtpunt. Zou hier oprecht wel mooi zijn. Want kijk, het is ook wel een mooi uitzicht wat je hier hebt, hoor. Alleen ja, het is wel heel ver van de stad. Dus ik weet niet of ik hier ooit iets wil gaan bouwen. Maar het pad loopt er in ieder geval naartoe. Althans, bijna. Ik ben nog bezig met het pad. Maar zometeen loopt het pad er in ieder geval naartoe. Oké, laten we nu het pad dan even maken. Althans, maak even dit dik maken. Hij is nu natuurlijk 1x1. Dat is niet de bedoeling. Zo, dan is hij 3 dik nu. Maar ik denk dat ik hem wel dikker wil dan 3 dik of niet. Laten we er even overheen vliegen om daarover te beslissen. Nou, op zich is een iets dunner pad ook niet verkeerd hier, hoor. Dat markeert dit echt als de hoofdweg. En dit misschien als gewoon een klein zijstraatje, weet je. Dat is misschien ook wel leuk, door het op die manier te doen. Dat hij van dik naar, of van dun naar dik gaat, weet je. Zo. Ja, dit kan nog wel eens een leuke zijn. Ja, laat ik het op deze manier doen, jongens. Dit is gewoon de dikte. Dan nu overal even gaten toevoegen, zodat hij gelijk mooi is. Qua coarse dirt ertussen natuurlijk. I mean, ik wil niet gewoon daar weer uren uitstellen. En dat het uiteindelijk gewoon bijna niet gebeurt, weet je. Ik ken mezelf. Laten we dat nu maar gelijk doen, alle details toevoegen. Oh, ik heb alleen geen coarse dirt bij me. Dus dat moet ik ook weer even ophalen. Maar dat is geen probleem. Dat is natuurlijk geen probleem. Ik heb toch nog leaves. Oh nee, leaves heb ik wel bij me. Volgens mij ligt hier aardig wat gravel en nog zelfs wat koorstuurt. Oh, moet jullie zien, jongens. Wacht. We hebben geluk vandaag. Er ligt overal koorstuurt hier. Vullen we dat gelijk helemaal op. Al dat dirt wat hier natuurlijk om ons heen zit, jongens, moet nu nog gras worden. Dus daar wachten we ook even langzaam op. Althans, gras. Uiteindelijk wordt het farmland. Dus het mag wel gras worden, maar dat slopen we later toch weer. Wat een lekkere progressievideo weer, jongens. Soms hebben we een verhaallijnvideo. Soms hebben we een video met alleen maar dat we met mensen aan het trollen zijn en weet ik veel wat. Gewoon grappige dingen. En soms zit er een video zoals dit tussen waarin we lekker gewoon een hele video aan het bouwen zijn. En hoppakee, oké. Dan even hier en daar een liefje ertussen. Om wat groens toe te voegen aan het pad. Wat extra's, weet je.
En boom. Oké. Hoe ziet dit er van boven in de lucht uit? Dit ziet er... Oh, hier ben ik heel blij mee, jongens. Hier ben ik heel blij mee met het resultaat van dit. Dan nu gaan we weer zo'n muurtje maken als we al vaker gedaan hebben van steen. Maar deze keer probeer ik hem even heel laag te maken. Dus wat ik ga doen is... Ik bouw een steenrandje zoals dit. Gemengd met cobblestone. Hier. Net één randje van de buitenkant vandaan. En dit wordt echt een mega, mega, maar dan ook echt een mega veld met graan, denk ik. Echt gewoon lekker dat gele graan, weet je. Dus laten we dit randje, dit stenen muurtje ook helemaal doorlopen. Tot echt helemaal daar gewoon. Ja, dit wordt echt een mega veld, jongens. Dat vind ik heel leuk. Het moet ook af en toe gewoon ertussen zitten, hè. Gewoon zo'n veel te groot rijstveld. Of gewoon een veel te groot graanveld. Dat woord zocht ik. Dat hij hier net langs het randje weer terug. Tot hier. En dan hier stop ik hem even. Hallo Enderman. Oh, tot ziens Enderman. Oh, hallo Enderman, daar ben je weer. Dan moeten we hem hier nog door laten lopen. Oh, hier ben ik helemaal vergeten. Dirt. Oh mijn god, en ik heb dirt weggelegd. Oh, dit moet ik nog even opvullen, jongens. Oh, kijk hoe dit eruit ziet dan. Oh, ik zie het al voor me. Dat gaat helemaal vol met graan zitten. Ja. Heel leuk. Zo, dat is dan ook opgevuld. Ik was dit hele kleine stukje gewoon vergeten. Maar dat maakt niet uit. Gaan we gelijk verder met waar we mee bezig waren net. Dit muurtje. Zo, hoppakee. Dan nu even weer slapen, want het is wederom alweer nacht, zo snel als het gaat. Dan nu heb ik allemaal slabs, stairs en walls nodig van stone en cobblestone. Gaan we even halen. Het is niet een al te moeilijk taakje natuurlijk. Ik heb hier gewoon al het apparatuur ervoor staan. Slabs, stairs, slabs en stairs misschien hier ergens. Oh, stairs, slabs, stairs, walls, alles. Alles is er, jongens. Button cells. Oké, dan heb ik die nu eventjes nodig, omdat ik dan af en toe even een slabje erop plaats. Of twee misschien, weet je. Zo, gewoon heel... Ja, willekeurig doe ik dit, hoor. Er zit totaal geen patroon in, voor mijn gevoel, met wat ik hier doe. Dat is ook een beetje de bedoeling. Moet eruit zien als een heel rommelig muurtje, natuurlijk. En zover lukt dat volgens mij ook wel. Oké, dan nu af en toe even een stonewall erbij, voor het idee. Niet al te veel, denk ik. We hebben al behoorlijk wat slabs erop geplaatst. Dan nu af en toe een ster er tegenaan, zoals dit. Tonk, tonk, bonk, tonk, honk, wink, pink, dink. Tonk, ponk, honk, tink, ronk, knonk. Jullie snappen wat ik bedoel. Het zijn gewoon heel veel rare geluidjes. Ook aan de binnenkant. Dan hier en daar een wall erop en ernaast natuurlijk. En dan tot slot af en toe even eentje ertussen uithalen om daar een slab voor te plaatsen. Zodat er echt goed diepteverschil is. Zelfs af en toe een gat zoals dit, weet je. Zo, en kijk hoe het er nu uitziet, jongens. Dit is toch gewoon een random willekeurig muurtje. Ja, dit ziet er goed uit. Zeker als je gewoon aankomt lopen. Dat is vooral belangrijk. Heb ik nog een paar buttons, maar die skip ik toch maar eventjes. Dan nu gewoon wat random leaves er tegenaan. Hier en daar waar nodig. Alleen aan de buitenkant. Want aan de binnenkant komt dus de farm. Dan boommeel ik wat gras is het randje hier. Krijg je gewoon echt een heel dun natuurrandje tegen het pad aan. Waardoor het zeg maar een beetje de imperfecties van het muurtje wegverstopt. En daar hou ik wel van. Al je fouten wegwerken. Oeh, kijk, en dit is bijvoorbeeld nog dirt. Oh, ik heb geen gras bij me. Wacht even. Ik moet heel even de dirtlaagjes hier vervangen voor gras. Want ik kan natuurlijk op dirt kan ik niks boommielen. Hier, dit bijvoorbeeld zo. En dan daaronder moet het ook net eventjes gras worden. Kijk, dit kunnen we wel boommielen, weet je. Zo, dan is mijn boommiel op. Nu ziet het er al helemaal mooi uit, denk ik. Ja, dat is een mooi, helemaal mooi randje zo. Dan moet er nu een pad doorheen lopen. En ik denk dat ik dan... Vanaf welk punt wil ik het pad erin laten gaan? Ik denk vanaf hier, dit, zo. Naar twee dik. En dan moet er nu even een pad mooi doorheen lopen. Zo. Dat gaat dan langzaam hierheen. Hier maakt het weer een bochie. En hier ook weer een bochie. Kijk, en ik ga het nu helemaal volgooien met farms, jongens. Maar uiteindelijk, als er een huis moet komen of een schuur, dan kan ik die altijd gewoon op de farm bouwen, hè. Dan kan ik gewoon een heel stuk weghalen en dat daar gewoon bouwen. Eerst laten we het pad even doorlopen. Hier weer naar beneden zo. Hoppakee. Ik wil het namelijk net voor het randje daar wil ik hem eruit hebben. Dus hier en dan hier het einde weer naar links. Dus zo, zo. En dan hier eruit. Dit, ja, perfect zo. Oh, dit is een perfect plekje om het er weer in te laten lopen. Zo, zo. Zo, zo. Juist. Nee, die moet weg. Zo. En dan die ook weg. En nu loopt het te strak. Dus die ook weg. Oh, wat doe ik? Zo. Dit is beter. Ja, dit is beter. Gaan we weer slapen, want het is alweer nacht. Dan hebben wij even wat tools nodig. Kan ik mijn steen in ieder geval weer opbergen. Dat is wel heel fijn. Dat is de helft van mijn inventory alweer leeg. Namelijk coarse dirt heb ik nodig. Leaves heb ik nodig. Die heb ik ook nog. En wat hout. Wat spruce hout voor het pad. Die en die. En die heb ik nodig. Wij moeten namelijk de slabs gebruiken. Oh, er is een spinnetje hier. Hallo, spinnetje. Oh, jij bent een vredig spinnetje. Oh, weet je, nee, dan mag je gewoon hier leven. Je bent een vredig spinnetje. Slab, ster. Hier hetzelfde, maar dan gewoon twee keer de slab.
En dan hier weer slap, stair. En dan hier andersom, stair, slap. Hoppakee. Dan, nu moeten overal gaatjes komen voor water. Want natuurlijk, de farms moeten wel kunnen groeien en zo. En als er geen water zit, dan, ja, dan gebeurt er niet zoveel. Zo, gewoon even overal kleine gaatjes maken. En het leuke is, dan denk je vast, van dat is toch vet lelijk, dat je overal die gaten water hebt en zo. Maar het mooie ervan is, ik benut dat met leaves. Ik stop daar leaves juist op. Omdat ik daar leaves op stop, is het ook gewoon alsof je wat extra natuur en onkruid tussen je farm hebt en zo, weet je. Dat wil je niet in het echt, maar in Minecraft ziet het er wel mooi uit. Goeie tip, jongens, denk ik. Weet ik niet. Ik ben ook geen professional, hè. Zo, nu zijn er overal gaatjes. Oh, wat ziet dit er lelijk uit, hè. Maar nu moet ik even zorgen dat het nergens heen kan. Dus overal even het omhoog bouwen zoals dit. Anders drijft er zo meteen overal water hier. Is ook niet chill. Oh, mijn eten is op. Dat is ook niet handig. Oké, laten we even wat eten kopen op de markt. Want mijn eten is, of mijn hongerbar is helemaal leeg. En ik heb geen eten meer bij me. Of ik heb nog in mijn ender chest. Kijken. Ik heb niet echt nog veel in mijn ender chest. Dus laten we gewoon even wat nieuws kopen. Oh, het eten is nu goedkoper. Is het nog goedkoper geworden? Wat is de aanbieding? Halve stack, 1 dia. Het was toch meer? Als in, het is weer duurder geworden. Nee. Ik snap het niet. Maakt niet uit. We nemen, wat gaan we nemen? We nemen wel gewoon koekmutten. Nemen we mee. Zo. Dan nu een van de saaiste taakjes die je altijd moet doen met de farm bouwen, jongens. Is overal in elk gat wat water stoppen. Oh, dat is zo vreselijk. Daar heb ik zo'n hekel aan. Water. 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 En denk je, nou, dat is wel simpel. Maar nee, nu moet ik weer nieuw water halen. Ik heb geen zin om echt 100 miljoen buckets te maken of zo. Dus we doen het lekker met 3 buckets. Oh, oké, jongens, als het goed is, is het nu gedaan. Het is overal gevuld en weet ik wat allemaal. Dan nu moet overal een dingetje op. Gewoon zo een liefje. Want dat is het onkruid wat ik bedoelde. Nu ziet het eruit als gewoon stipjes. Maar zodra dit tussen de andere farm dingen zit, dan valt het bijna niet meer op. En dan blendt het heel mooi ertussen. Trouw me maar. Ik hoop wel alleen dat ik genoeg leaves heb. En ik ben bang van niet. Maar dat zien we zo wel. Mijn leaves zijn dus op. Oké, even kijken. Want ik ben bang dat ik ook niet meer zoveel in kisten hier heb liggen. Dus dit is wel even een dingetje, denk ik, jongens. Wat ik, ja, dit is een dingetje. Volgens mij is het op. Volgens mij zijn mijn leaves zo goed als op. In ieder geval hier wel. Ik weet niet of Floor ook zo iets verkoopt in de bootwinkel. Misschien wel. Even kijken. Volgens mij niet, hè? Nee, volgens mij verkocht ze hier geen leaves. Heb ik nog bij deze build leaves liggen? Zou ook wel weer niet. Ja. Pff. 3. Daar heb je niet zoveel aan. Misschien kan ik er wat van Floor stelen. Die is natuurlijk hier aan het bouwen. Dus die heeft hier ergens waarschijnlijk een werkstationnetje staan. Hierboven. Leaves. Nee. Leaves. 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 Kom op. Oh, eentje. Ah, ook niet. Floor is ook blut aan leaves. Dat vind ik jammer. Ah, Anne heeft er nog een paar. Anne, ik steel de 2 van je en je krijgt ervoor terug 1 diamond. Wat vind je daarvan? 1 diamondje. Dan neem ik die ook nog mee. Pff. Dit is namelijk precies genoeg voor mij. Althans, precies. Dit zal wel genoeg zijn. Oh, kijk wat een land hier komt, jongens. Dit wordt zo'n groot landschap, dit. Wat gaan die boeren blij met me zijn. Althans, dat hoop ik. Zo, dat is ook weer gedaan. Dan doen we als volgt. Doen we hier en daar een bloemetje ertussen. 1 van die. 1 van die. Dan doen we die. Hier mooi. Hier mooi. Hier mooi. Hier eentje. Hier eentje. En dan hier eentje. Dan is wel de rest op. Maar dan moet ik even wat boommeel halen. En dan heb ik er zo weer meer. Boommeel ligt hier waarschijnlijk nog wel. Hoop ik. Hoop ik. Oh, waarschijnlijk ook niet meer. Dan moet ik die ook weer in de stad halen. Ik moet ook eens heen en weer vliegen. Wat irritant. Kijk, hier hebben we nog mega veel boomblokken die ik dan omkabouwt het boomiel. Maken we even deze 32 maken we op. Even zo, even. Oh, wat gebeurt er allemaal? Deze, zo. Aan nieuwe bloemetjes natuurlijk. Dat werkt op deze manier. En hoppakee. Dan pakken we die hier. Hebben we er weer 32. Kunnen we er iets meer plaatsen dan dat ik eigenlijk wilde. Dat ik toch genoeg heb nu, weet je. Oké, dan nu even wat vensters plaatsen voor licht. Als we geen licht hebben, is het s'nachts heel donker. En dat is goede content dat ik dit allemaal zo zeg op die manier. Als het nog niet voor jullie duidelijk was, maar als er geen licht is, is het s'avonds donker, jongens. Wat een wijsheid. Je moet het maar weten. Het is niet eens een school. Dit is gewoon school. Ik leer jullie dingen. Ik vraag me alleen af of dit genoeg belichting is zoals ik het nu heb gedaan. Denk het niet. Dus doe maar nu eventjes gewoon zo. Eentje hier en dan ook eentje hier. Dit zal wel genoeg belichting moeten zijn nu. Oké, en dan nu nog wat dirt hier hakken en dan coarse dirt plaatsen. En dan kunnen we daadwerkelijk beginnen met het, ja, het farm gedeelte. Oftewel heel veel hoos maken en dit allemaal naar farmlands omtoveren. Laten wij maar gewoon 2 diamond hoos maken. En de hoop dat we daarmee redden. Denk het niet, maar kan altijd. Hier, zo. 2 diamond hoos. Mogen we wederom slapen omdat het weer donker wordt.
Nou, jongens, let's go. Dit is echt een heel hersenloos taakje wat ik nu aan het doen ben. Oké, de ijzerhoe is al stuk en ik ben nog niet eens ver. Voor mijn gevoel ben ik echt letterlijk nog niet eens op 10%. Nog niet eens op 5%. Ik ben bang dat ik het wel ga redden met één diamond hoe. En dat ik dus twee diamonds gewaste heb aan een tweede hoe. Alleen, ja, je weet maar nooit. Het kan nog altijd dat de ene breekt. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ik het wel ga redden met één diamond hoe. En we mogen nooit de ijzerhoe vergeten die zich heeft opgeofferd aan het begin, hè. Ook heb ik daar eigenlijk maar een paar blokjes mee kunnen farmen. Ik weet eigenlijk wel zeker dat deze diamond hoe het gaat halen, jongens. Want ik ben, als je dit grasplatformpje hier zo ziet, als ik daar klaar mee ben, dan ben ik daadwerkelijk klaar met het farm gedeelte, als het ware. Het opvullen van farmlands. En dat is dus nu. Nu bedoel ik. Oh my days, wat was dit een taakje, jongens. Maar moet je zien hoe dit eruit ziet. Dit is toch een mooi veld geworden. Wow. Oh, er kwam een boertje bij kijken. Kan gebeuren. Kijk hoe dit eruit ziet, jongens. Oh, wat gaan die boeren blij zijn. En niet alleen die boeren, maar ik ook. Kijk dit dan. Dit is zo lijp, dit veld. Alleen ga ik nog niet deze aflevering, jongens, dit veldje hier opvullen met een bepaald soort eten. Dus ik wilde graan doen. Maar ik dacht, weet je, we kunnen het nog leuker doen. Ik kan er even mee wachten en dan kunnen jullie het beslissen. Dus laat nu in de reacties achter, jongens, als je nog steeds bij de video bent natuurlijk. Wat moet ik hier doen? Graan, aardappel, bieten, weet ik veel, verzin het. Er zijn zoveel mogelijkheden om te doen. Laat even weten wat voor soort eten ik daar moet doen. Want we hebben hier graan, we hebben daar bieten, daar wortels en daar potatoes. Dus ik dacht, als het daar dan weer helemaal geel is, dat matcht wel mooi met het patroon. Anders heb je wel heel veel groen daar, weet je. En dat gele, dat springt er echt tussenuit. Maar voor nu, jongens, ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Veel tijd weer in het bouwen. We hebben de hele rechtbank gebouwd van binnen. En we hebben gewoon een mega farmveld gebouwd. En dan zou je denken, dat is zo gedaan. Maar eerst moest de hele vloer natuurlijk nog gebouwd worden. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken en zeker ook niet te abonneren. Reageer even hashtag Teamakkers, want we staan nog steeds boven Teamakkers. Ik bedoel, hij gaat ons nog nooit inhalen, maar ik kan het proberen. Ik bedoel, hij heeft al 13.000 abonnees. En dan nu, kijk lekker het vorige content van 1-0. Heb je deze nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is in deze stad en buiten de stad. En nu spreek ik later, graag tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!